De ridders van Krabbehof. Word jij wat je worden wil? Welkom bij de ridders van Krabbehof. Ga je mee op de spannendste speurtocht door Krabbehof die er ooit is gemaakt? Stap in de wereld van avontuur, spanning en sensatie. En word één van de ridders van Krabbehof. Veel plezier. De inleiding. Even een klein stukje vooraf. Je ziet hier een hartstikke leuke vos en die mag jij zelf een naam geven. Ik heb hem de naam gegeven Fossio. Dit is Fossio. Met mijn ouders woon ik in Krabbolf. Heel veel mensen noemen mijn wijk grauw en saai, maar ik weet wel beter. Als een soort ontdekkingsreiziger gaat deze vos altijd op avontuur en is dus altijd op straat of in de bosjes te vinden. Ik zit altijd onder de modder en mijn kleren zijn vaak gescheurd na een van mijn avonturen. Als ik dan heel lief lach naar mama, dan vergeeft ze het me wel. Ook al zegt ze iedere keer: Niet nog een keer doen hè? Ik doe het toch. Ik ben namelijk eigenwijs en erg ondeugend. Nu is er voor het eerst iets lastigs aan de hand. Er is een nieuwe missie, maar Fossio heeft hulp nodig. Na alle avonturen weet hij eindelijk wat hij worden wil: ridder. Maar papa, mama, opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes zeggen allemaal dat dat niet kan. Dat ridders niet meer bestaan, dat die alleen in de middeleeuwen leefden. Toch vraag ik mij eigenlijk af waarom ik geen ridder kan worden. Ik vind het onzin, en ik ga het tegendeel bewijzen. Trek net als Fossio de stoute schoen aan. Iedereen kan namelijk worden wat hij worden wil. Ga mee op deze spannende ontdekkingstocht.